Hallo en welkom bij de 8e aflevering van Geschiedenisvlog On Tour. We gaan vandaag een beetje rondkijken in een museum en we gaan ook een beetje kijken bij het Science for Humanity programma. Kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag zijn we opnieuw bij het Nationaal Militair Museum. De laatste keer dat ik hier was is namelijk echt al heel lang geleden. Maar dit is toch wel net als de Gremlinie. En de IKEA. Van die manier mag je nooit wegknippen dat je een broodje aan het eten bent. Dus kijk, ik heb weer nu een hotdog. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze videovlog. Een belangrijke plek geweest waar mijn YouTube kanaal begonnen is. In het museum zelf ben ik al heel vaak geweest. Maar omdat de expositie eigenlijk nooit verandert, ga ik daar eigenlijk nooit meer naar binnen. Vliegveld Soesterberg is aangelegd door de Amerikanen tijdens de Koude Oorlog, of net voor de Koude Oorlog, als Amerikaanse basis in Nederland. Dit is ook wel echt een heel mooi vliegtuig wat hier staat. Buiten het museum is ook een hele hoop opgesteld, zoals deze rakettenafweergeschut, denk ik. Ze hebben hier ook een stuk van de Berlijnse muur staan. Volgens mij is dit het elektrische vliegtuigje wat we hebben zien vliegen in de geschiedenisvlog On Tour aflevering. Er is hier echt niet veel veranderd. Dat stuk van de Berlijnse muur en een beetje alles wat buiten staat, dat wist ik nooit dat dat er stond. En waarschijnlijk stond het er ook nooit eerst. Maar volgens mij, zoals ik een beetje dan door de ramen kijk, is alles wat binnen staat nog precies hetzelfde. Deze vliegtuigen stonden er altijd wel. Het wordt weer tijd voor één coole poging voor de stormbaan. Ik wou net even een poging wagen voor de stormbaan. Komt er ineens een hele klas aanlopen. Dat ik ook denk van oké, en dan nog een klas en dan nog een klas. En ja, je kan dan natuurlijk niet zomaar alles filmen en zo. Het is allemaal een heel groot terrein. Dus ik denk dat er nadat het de vliegbasis was bij Soesterberg nog wel wat terrein bij is gekocht door het Nationaal Militair Museum. Hier achter me kan je nu het hele museum zien. Bovenop het museum staat die uitkijktoren. En ik ga nu nog even kijken of je daarin kan straks zonder kaartje voor het museum of dat je daar een kaartje voor nodig hebt. Het voordeel aan een statief is wel dat je de hele tijd stilstaand beeld hebt, wat wel heel fijn is. Het nadeel aan een statief is dat het zoals momenten zoals dit je hem de hele tijd in en uit moet klappen. Ik probeer nu eigenlijk een andere weg terug te vinden dan de weg die ik heen heb gemaakt. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use
cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Oké, dit is echt bizar. Ik heb dit allemaal nog nooit gezien. En ik ben nu dus op weg naar een alternatieve uitgang. En ik hoop dus dat ik die zo vind. Want anders zou ik echt moeten omdraaien. Want ik ben hier al zo lang zo aan het fietsen. De Bermuda-driehoek? Bermuda-driehoek bestaat niet.